Oorlog om de hoek. Vluchtelingen op de stoep. Ik denk na van wat ik zou doen. Vluchten, vechten, blijf ik thuis. Ik vind dat het samenbindend voor onze groep ook. Dat vind ik het eigenlijk heel belangrijk. En doordat het door verschillende mensen en verschillende culturen is samengesteld, vind ik dit ook een verbindende factor. Het thema is: wat betekent vrijheid voor u? Wat betekent vrijheid voor u? Dat ik dit mag doen. En dat ik mag zeggen wat ik wil. En dat ik kan doen wat ik wil. En dat ik kan gaan en staan waar ik wil. En dat is natuurlijk op dit moment heel wat anders dan wat er in Oekraïne bijvoorbeeld gebeurt. En daar mag je ook wel eens aan denken, vind ik. Dus helemaal goed. Ik ben van voor de oorlog nog. Ik heb de oorlog niet bewust meegemaakt. Maar ons huis is 7 dagen voor de bevrijding van Nijverdal gebombardeerd. En veel buurmeisjes en mensen bij ons in de omgeving zijn daarbij overleden. En dan blijkt je toch steeds meer. Hè, ik ben gelukkig met onze familie. Zijn we gevlucht uit het gebied en hebben het overleefd. En daarom waardeer ik eigenlijk de vrijheid nog iets meer dan anderen.